Dit is het Knighten Nieuws Bulletin. In het hooggelegen halfgebied was het flink hommeles toen de slechteriken een nieuwe verboden kracht wisten te bemachtigen. Door stenen gebouwen te ontmantelen bouwden zij een compleet nieuw stenen leger waarmee ze de Nexon Knights in de hoek dreven. Maar gelukkig was daar de grote Rakowski die met zijn slopende krachten de Knights wist te redden. Ik ben Herb Herbertson en dit is Nexon Knights. Nexon Knights, kraakschedel. Wij zijn de Ranke Ridders. Hou op! Ophouden! Niks dansen met die scheppen. Gebruik ze liever om te scheppen. Jullie laatste album was een flop, dus ik heb wat te goed. Zorg dat die ondergrondse kluis afkomt. Of anders, Lotte Buzzet. Kom hier en noteer, ik heb een plan. Dit wordt een ondergrondse opslag voor al mijn geld. Zo veilig en sterk dat iedereen zijn schatten hier wil opbergen. En dan noem ik het Jurassic Park. En dan heb ik hun geld ook. Economisch waterdicht. En ook nog eens echt dikke vet. Hey, dat klinkt niet als graven, dat klinkt als vallen. Wat doen jullie nou? Vallen? Wat? Huh? Een ondergrondse ruimte? Ik wist niet dat die hier zat. Helemaal perfect voor mijn nieuwe kluis. Goed gedaan, ridders. Yo, T-Wart, mogen we dan nu weer zingen? Mooi niet! Ruim die rotzooi op jullie. Iemand heeft hier wat enge standbeelden achtergelaten. Meester Tightwad, doe daar wel voorzichtig mee. Misschien zijn ze wel heel veel geld waard. Of ze brengen ons misschien wel een hele hoop ver. Of misschien wel allebei. Klein stukje nog. Pas op dat je niet krast. Wat dachten je ouders toen ze dit bestelden? Nou, die dachten, we bestellen een heroïsch standbeeld van onze zoon uit puur goud. Het dierbaarste metaal in onze familie in de vorm van hun dierbaarste zoon. Ja, het is heel zwaar en onverplaatsbaar, maar dit moet toch echt. Zo'n bijzonder kostbaar kunstwerk hoort thuis in een zwaar bewaakte kluis. En zo'n kluis is Jorah Tidebot aan het bouwen. Niet weer die vent. Gasten, we moeten ons met klei bezighouden en niet met deze flut-trofee. Zeg je nou flut? En wat, trofee? Maar dat is wel een goed idee. We zetten de gouden mei bovenop de voortracks tot we bij de kluis zijn. Om net zoals Clay standbeeld iedereen te inspireren. Oh ja! Zie hier, de krachtige kracht van... metaalmorfose! Goud dat we onderweg uit al die dorpjes hebben geroofd. Wow. Ja en dan? Ja en dan? Richt je staf en wees maar verbaasd. Heb ik iets verkeerd gedaan? Nee, je veranderde zomaar dat goud in lood. Ik snap het niet. Is andersom dan niet veel beter? Niet als je het koninkrijk failliet wil laten gaan. Oh ja, dat is misschien een idee. Maar mag ik niks opblazen? Nee, dit is de krachtige kracht van... metaalmorfose! Ik snap het nog niet. Het is zo krachtig dat ik iedere keer een dramatische pauze moet laten vallen. Prima. Oh. Heren! Sorry hoor. Waarom hebben jullie monsters overal gezocht? Ja, want wij hebben een superdeal. Huh?
Een paar van die gasten ken ik. Die grote op die hond is krijgsheer Kraakschedel. En dat is zijn leger. Komt dat even van pas. En het is voor jullie voor het zachte prijsje van een kluis gevuld met goud. Goud? Nou, een verboden kracht die lood in goud kan veranderen zou nu wel heel goed van pas komen, hoor. Vind je ook niet? Of ik zet ze tot leven en laat ze alles hier gewoon vernietigen. Kijk, ik zei het toch, het zijn monsters. Dat zou je kunnen doen, maar we hebben dezelfde vijand. Koning Helbert en die nutteloze Nexonullen. Nexonullen, die is leuk. Nou, zie je, daarom zouden wij moeten samenwerken. En dan runnen wij dit land. Jij met je grote, onverslaanbare leger en ik met mijn rijkdom. Dus, wat vind je? Goed, afgesproken. Als de koning valt, vullen we jouw kluis met goud. Geef ons een paar uurtjes. Pardon, waarde heer, maar is dit het voormalige dorpje Lege Heuvel? Is en waarachtig, vriend. Maar tegenwoordig heten we Stinkend Rijke Heuvel. We hebben zoveel goud dat we er een bank moeten bijbouwen. Mooi zo. Monsters, grijp het goud! Wat? Wel, drommels. De hele bank wordt verbouwd, maar het nieuwe slot op de kluis komt pas dinsdag. Timing. Ja, ook niet mijn sterkste punt. Het zal straks vast wel weer Lege Heuvel heten, nu wij alles hebben gejat. Goed, hè? Hey, misschien kunnen we die verboden kracht gaan gebruiken. Die, metaalmorfose op dit goud. Nee, maffa clownsmuts. Daar moeten we Tidewalk mee betalen. Oh, niks aan deze verboden kracht. Prettig zaken doen met jullie monsters. Mijn kluis zit zo vol met goud dat ik mijn andere klanten moet wegsturen. Welke andere klanten? Monsters! Zo cool. Ik verveel me kapot op dit standbeeldtransport. Ik ook! Kom op! We laten ze niet wachten. Wow, huh? Owens. We gaan nu niet vechten. Mijn gouden ik-standbeeld, weet je nog? Die Jorah's kluis in moet voordat er iets mee gebeurt. De krachtige kracht van... Metaalmorfose! Mijn gouden ik is nu de lode lens. Zie je, Jethro? Ik zei toch dat hij leuk was? Niet slecht. Nu ze afgeleid zijn, stuur je kraakschedel en de stenen soldaten. Ha! Zo te zien heeft Jethro nieuwe manschappen. Laten we ze hartelijk welkom heten. Ja! Mijn arme gouden ik. Wordt het pas echt leuk. Zie je die hond waar Kraakschedel op rijdt? Dat is het krakenbeest. Kijk op zijn voorhoofd. De verboden kracht. Verstenende beving. Wacht maar. Wat doe je? Verbindt de kracht die dingen kan verstenen met de kracht van aardbevingen. Echt waar? Twee krachten in één? Dubbele ellende. Wow. Wow.
Kan dit nog erger? Ooit was ik de glans van dit team, maar nu ben ik het lood aan een been. Lance, zou je niet mee moeten vechten? Ik ben waardeloos. Nou, misschien dat jij niet helpt, maar je lood ik wel. Huh? Messi! Ik kom eraan! Lance, waar blijf je? Nee, niet schieten met mijn ooit gouden ik. Dat ik dit ooit nog zou zeggen, maar terugtrekken! Wat staan jullie daar nou? Laten jullie zo'n volkje alles verpesten? Eindelijk! Hou je mond, jij! Erachteraan! Oh, lieve help. Nooit gedacht dat ik dit kasteel zo snel kon terugtrekken in het donker. Oh, ik ben kapot. Ongelooflijk! Alle voertuigen zijn uitgeschakeld en wij bijna ook. Bedankt, Robin. Je hebt ons echt gered. Ah, was geen probleem. Echt, Lode Lens heeft al het zware werk gedaan. Oh, lekker dan. Mijn waardeloze standbeeld is een grotere held dan ik. Hoe leg ik dit ooit aan mijn ouders uit? Maak je niet druk, Lance. Dat standbeeld is vast verzekerd. Er is niks aan de hand. Ja, gast. Maar je moet echt wel even meewerken. We hadden je nodig daar, hoor. Die stenen dudes zijn nasty. Eva, wat weet jij over die stenen soldaten? Ik zit net alle databases door te spitten. Maar hier moet ik de tovenaar voor wakker schudden. Ja, ik ben wakker. Naar welke oude wijsheid ben je op zoek? Wie is die rotsgast op dat beest die alles laat beven en verstenen? Help. Dat klinkt als Kraakschedel. Een zeer krachtige krijgsheer uit vroeger tijden. Hij experimenteerde met twee verboden krachten. Verstedingsvrees samen met bevingsbereik. Tezamen de verboden kracht verstenende beving. Die laat alles verstenen door een aardbeving te veroorzaken. Heftig. Als in niet cool. Zeg dat wel. Volgens de legende had Kraakschedel verstenende beving niet onder controle. Hij veranderde per ongeluk zijn eigen leger in steen om ze vervolgens door een aardbeving te begraven. Ik weet niet wie ze op heeft gegraven, maar blijkbaar heeft Monstrox nu de macht over ze. Afschuwelijk, maar belangrijker nog. En mijn gouden ik dan? Die is nu een waardeloze lode ik. Dat lijkt me een andere kracht. Een van de meest vernietigende ooit. De krachtige kracht. Metamorfose. Wacht eens even. Werkt hij niet andersom? Van lood naar goud? Nee, deze kracht is geen alchemie. Meer een soort anti-alchemie. Ontworpen om alle rijkdom op aarde te vernietigen. En mijn rijkdom ook. Die help je met je filmcarrière al om zeep, geloof ik, Lens. Maar we moeten die verboden krachten tegenhouden voor het te laat is. Het is al te laat, jongens. Stop dat schudden! Ik moet spugen. Oh, stel je niet zo aan, clownige klapmuts. Kraakschedel gaat dat Nexo-kasteel compleet verpulveren. Of hij nagelt het gewoon aan de grond. Met hem weet je het maar nooit. Hij lacht het toch? Oh, man. De bevingen worden sterker. Ze zijn vlakbij. Geen zorgen. Wij zullen die blokken wel eens even gaan blokkeren. En Lens, dit keer ga je wel met ons mee om te vechten. Ja, tuurlijk. Ik wil die goudvernietigers graag aanpakken. Kom mee! Voor het koninkrijk, rechtvaardigheid... Zeg, doe toch eens normaal, man! Maar het meest nog wel voor de Gouden Eeuw! Je klaar voor een combo Nexo Power Scan? Oh.
Hebben ze hem versteend? Tot een standbeeld van een aap? Hij lijkt inderdaad wel een beetje op een grote aap. Hou op, apenkoppen! Jongens, focus! Nexonites, verenigd! Combo Nexo download! Dotkracht! Bodenboost! Boomkegelkracht! Combo Nexo Power! Massaal machtsvertoon! Versla ze met de kracht van de Nexo Knights! Komt goed, Exo. Laat ons maar. Je staat maar eventjes voor aap, hoor. Hoop ik. Apelen! Het lukt niet! Zelfs niet met een combo Nexo Power! Laat dat ding je niet raken! Dit houden we! Niet lang vol! Robin! De kanonnen! Kom maar aan! We moeten die Fortrex hier weghalen voor ze hem helemaal verstenen. Niet daarheen. Waar is dat rode standbeeld als je hem nodig hebt? Overal waar je kijkt zijn stenen soldaten. En ze hebben een verboden kracht waarmee ze ons kunnen verstenen. Dan ga niet! Ik laat je niet ontsnappen! Wow, waar heeft Clay last van? Clay, stop nou! Het is al goed! Ik zal wraak nemen! Ik vernietig ze stuk voor stuk! De clown, de wolk, die grietstenen gruizelaars! De wraak van de grijze ridder kent pas voldoening als hun waanzinnige heerschappij stopt! Wow, sinds wanneer zijn de goeie rikken zo slecht? Hij is supereng. Jij maakt er graniet van hem en nu keert zich dat tegen ons. Dat zag je zeker niet aankomen. Terugtrekken! Fijn om hieruit te zijn. Honger van gekregen. Doe maar! Kan Clay... dat wel maken? Nou, blijkbaar. Dus wel. Oh, help. Ik kan mijn arm niet bewegen. Wat heb je met me gedaan? Rustig maar, Clay. Ze zijn allemaal weg. Staat hij aan onze kant of... Volgens mij wel. Maar ik weet het niet zeker. Allemaal van mij. Mij, mijner dan mij. Oh man, er komt echt niks anders meer uit.
Doen alle rijken stinkend zo? Waarom gaan we hier weer heen? Ons leger is verkruimeld! Onverslaanbaar! Pff, wij eisen een korting! Aha! Mijn favoriete klanten! Hebben jullie die Nexo-nullen al verslagen? Zo ja, dan hoop ik dat jullie dat mooie gouden standbeeld hebben dat Lance Richmond in mijn kluis wilde bewaren. Denk je nou echt alleen maar aan meer goud? Natuurlijk! Goud is machtig! Dus ben ik inmiddels één van de machtigste mensen van het hele land. Haha, kijk mij eens. Vind jij hem nou net zo irritant als ik? Ja, yeah. En daarom is dit een ideaal moment voor de krachtige kracht van... Metamorfose! Wat? Wat doe je nou? Bloed! En al mijn goud dan! Misschien kan deze stad ook wat... Weet je, ik vind deze verboden kracht geloof ik toch wel leuk. Mijn paleis! Je hebt het van goud veranderd in waardeloos lood. Ons werk zit erop. Kom, we gaan die kracht plaatsen in Mount Thunderstrokes. Doei! Oh, nee! Zie je, ik zei het nog, monsters! En ook nog eens helemaal geen fun! Yeah. Poor Jorah's getting Cora! No, stop singing! Jorah used to have so much Mora! I still do! But now he's Mora!